Mensen, leuk dat je kijkt naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 31. En dat is van maandag 29 juli tot en met zondag 4 augustus. Dus van de kaarten schudden om te kijken wat week 31 voor jou gaat brengen. Dan lijkt het, lieve vis, alsof er aandacht is, alsof er een boodschap is, alsof je ergens naar durft te kijken, alsof je ergens met liefde naar durft te kijken. Het lijkt alsof je open kan en wil en durft te stellen. En ik heb het idee dat je ergens aan gaat werken. Je gaat heel veel verdieping krijgen deze week. En dat is een stukje wat je echt zelf heel erg opzoekt. Dat kan een stuk zijn met anderen, maar het kan ook gewoon alleen een stuk zijn voor jezelf. Ik zeg maar iets dat je bijvoorbeeld een boek gaat lezen wat je zo erg aangrijpt, wat echt wel wat impact kan maken, of waarin je echt wel wat meer wil verdiepen. Het kan ook zijn dat je je in een persoon wil verdiepen of een situatie. Maar het is wel deze week dat voor jou die verdieping heel erg belangrijk is en dat je daar dan ook echt heel erg bewust voor kiest. Mensen die deze week zich wat afsluiten, daar lijkt je even echt een afstandje van te nemen. Want verdieping, dat is deze week voor jou het toverwoord. Dus alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne dag.